Goedemiddag, we zijn vanavond te gast in Parkse en bij mij staat Herbert de Meijer. Dag Herbert. Goedenavond. Herbert, kun jij eens uitleggen Cosmo 50? Wat is dat juist? Cosmo 50 is een onafhankelijke Mortelse cultuurvereniging die 2 jaar bestaat. En die is ontstaan in de naweeën van Kaleidoscoop. Dat wil zeggen, Kaleidoscoop hebben wij, Marijke Gielsen en ik, de eigenaars van Kaleidoscoop, 2 jaar geleden verkocht aan jongere mensen. En die hebben het accent gelegd op verjonging. Maar we ook ondertussen zeggen dat een aantal mensen, de routiniers, mensen die er al jaren zijn, zich minder aangesproken voelden door het nieuwe programma. En in die optiek hebben wij Cosmo 50 opgericht. En wat doen wij? Wij doen minstens 1 keer per maand een culturele uitstap. En dat is telkens op een andere locatie. Dat kan in Mortsel zijn in Antwerpen, maar meestal een bijzondere of een historische locatie. Dus bijvoorbeeld zijn we naar de opera geweest, de Stingel, de Boerla, ook in het Mark Liebrecht, Schouwburg, enzovoort, enzovoort, museumbezoek, enzovoort. Hè. Nu, die 50 wil zeggen dat we een minimum leeftijd hadden vooropgesteld van 50 jaar. Hè. Dat is feitelijk, ondertussen is er al niet meer zo belangrijk, maar we wouden ook maar met 50 leden zijn. Maar dat is ondertussen ook al niet meer waar, want de interesse om lid te worden is zeer groot. We zijn ondertussen al met veel meer leden, ook met reserveleden, omdat we niet bijvoorbeeld met 60 of 80 man naar een opera kunnen gaan. Dus er zijn ook veel reserveleden. Nu, wat hebben we gedaan de laatste tijd? We organiseren ook Cosmo 50 Plus avonden. Dat wil zeggen avonden die we zelf organiseren. Waardoor we ook meer mensen kunnen uitnodigen dan alleen de leden van de Cosmo 50. En zo op die manier hebben wij deze avond ingericht, dus de verkiezingsavond. Dat is feitelijk een Cosmo 50 plus avond, waarbij we dus meer mensen dan alleen onze eigen leden kunnen uitnodigen. Er zijn veel van onze leden natuurlijk aanwezig, maar nog veel meer dan enkel onze eigen leden. En daarom deze verkiezingsavond. Ja, en wat kunnen de mensen... Allee, zijn er veel inschrijven ondertussen al binnengekomen? Ja, feitelijk veel te veel. De zaal Parkzin is volledig uitverkocht. We hebben een reservelijst, we hebben mensen moeten weigeren. Maar geen probleem. Allee, want er komt nog een tweede avond. Want dat kan ik misschien ineens zeggen. Deze avond gaat over de Europese, de Vlaamse en de federale verkiezingen. In juni is dat. En in oktober zijn er de verkiezingen voor de gemeenteraden. En dan organiseren we in de Mark Liebrecht Schouwburg een avond, in september een avond, met de lijsttrekkers van alle Mortselse partijen. En daar zal waarschijnlijk nog veel meer volk naartoe komen. En daarom hebben we ook een grotere zaal nodig dan voor deze avond. En wie zijn de sprekers voor deze avond? Mark van der Loverbos, die is tevens lid van Cosmo 50, dat is een moderator. Dan 3 journalisten, Lisbeth van Nimpe, Chris van Marsenielen en Bart Brinkman. En ja, de avond bestaat uit een debat, ongeveer een uur, dan een pauze en daarna kunnen de mensen vragen stellen. De laatste vraag, mensen die geïnteresseerd zijn, hoe kunnen die in contact komen met Cosmo 50? Dan zouden ze best een mail sturen naar info@cosmo50.be en ze kunnen alleszins al eens kijken op de website www.cosmo50.be. Herbert, hartelijk dank voor dit interview en mogen we je veel succes toewensen. Ja, dank u wel, met plezier.